We gaan morgen van start met de eerste dag en het valt bijna tegelijk met de wandelvierdaagse in Nijmegen. Dat is eigenlijk puur toeval, want normaal gesproken doen we het iets eerder in het jaar of iets verder in het jaar. Maar dit jaar zijn we genoodzaakt om het een keer binnen te organiseren. Normaal gesproken doen we het altijd bij het buitenbad. Maar zoals velen denk ik wel weten, in Almelo krijgen we hier een helemaal nieuw zwembad. En daar gaan ze aankomende zomer mee beginnen. Dus dit jaar geen buiteneditie, maar voor het eerst een keer een binneneditie. En gaat morgen van start en 4 dagen lang. Dus zaterdag, aankomende zaterdag, de laatste dag. Zoals de naam wil zeggen, het is 4 dagen zwemmen. Voor kinderen die kunnen kiezen tussen 10 baantjes en 20 baantjes. Dus 250 meter of 500 meter. En volwassenen die mogen 500 meter, 750 of 1000 meter zwemmen. Dus 4 dagen achter elkaar. En we hebben natuurlijk ook een programma, een siteprogramma noemen wij dat. Dat zijn activiteiten voor met name de jeugd. Die worden met name georganiseerd door zwemvereniging De Venen. Een waterpolokliniek en een zwemkliniek. En ik denk morgenavond het publiekstrekkertje. Want dan kunnen kinderen meedoen aan het zeemeermin zwemmen. En dat weten wij uit het verleden dat dat behoorlijk leuke activiteit is. Waar veel kinderen op afkomen normaal gesproken. We hebben op dit moment 110 aanmeldingen. Dat vinden wij al behoorlijk. Want we hebben dus wat ik zei een binneneditie. Dus we hadden al een beetje verwacht van het kan dit jaar wel iets minder zijn dan normaal gesproken. Vorig jaar hadden we de 160. Ik weet niet of we dat gaan halen. Maar we weten wel dat we heel veel aanmeldingen volgen last minute. We hadden er vandaag ook weer 20. Dus je kunt je nog inschrijven eigenlijk tot en met dat de zwemvierdaagse begint morgen. En dat kan via www.zwemvierdaagse.nl. En dan zoek je hem even op Almelo. En daar kun je je online nog inschrijven. En voor 10 euro doe je al mee voor 4 dagen zwemmen. Wij ontvangen alle zwemmers hier en ze kunnen om 6 uur hier naar binnen. Dan ontvangt iedereen een oranje bandje. Dat is eigenlijk een knipbandje die ze 4 dagen gebruiken. Als alle 4 dagen geknipt zijn, betekent dat je uiteindelijk je medaille op kunt halen. Ja, en morgen is de eerste dag dat iedereen kan zwemmen. Dus dan is er een officiële opening. Dat is eigenlijk diegene die als eerst komt en die als eerst het water induikt. En dat gaan we natuurlijk begroeten met veel muziek. En dan hopen we dat die andere 110 op zijn minst allemaal er snel volgen. En dat we het hele bad mooi vol hebben. En dat dan 4 dagen lang. En dan hopen we dat het een mooie zwemfestijn wordt. En dat doen we samen met zwemvereniging De Venen. Ja, en daar gaan we samen een mooi spektakel van maken.